bijna alle veiligheidsdiensten die er zijn, is geëvalueerd. En dat er bij sommige van deze diensten, KPS, DMV, dat de leiding daar vervangen gaat worden. Maar de commissie is nog bezig om het werk te doen. U had ook gevraagd dat er een onderhoud was met ex-president Bouterse. En ik denk dat dat op zaterdagavond was van 7 uur. S'avonds tot, ik denk 5 uur in de ochtend was dat. Dus toen moest ik vertrekken, want ik heb een gelegenheid gevonden. Dat toen ben ik weggegaan. Het was op het paleis, samen met de president. En in ieder geval zouden we dan praten over de transitie, hoe dat was gelopen en de nog te nemen stappen, afspraken die we zouden kunnen maken. En u weet het, na 6 maanden zijn er een aantal zaken van de president die in orde gemaakt moeten worden, de ex-president. En zaken die hij moest afstoten. Dus maar in ieder geval, die hele vergadering is geweest, maar er is geen besluit genomen, moet ik zeggen. Van 7 tot 5 uur in de ochtend. We hebben ook gesproken, maar in ieder geval is er, kon ik niks. In ieder geval. Kan ik zeggen dat er geen overeenkomst is bereikt of er geen afspraak is gemaakt. Misschien komt er nog een vervolggesprek. Dus dat was het.